Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met wereldse gebeurtenissen 2021 en filmpje 27 volgens mij al. Ik ga dit filmpje speciaal even doen met mijn telefoon en ik ga alle reacties bij langs die er zijn gegeven de afgelopen weken. Want er zijn best wel een paar hele leuke reacties geweest. Foutje zegt de beste Rob op het filmpje. Dat was 27, dus dit is filmpje 28. 6 februari, trust the plan. Foutje zei, dat zei Simon Parks niet. Hij zei wel, trust the man, not the plan. Klein verschilletje. Geen foutje, zeg ik. Jij hebt goed geluisterd. Dat was de bedoeling. Kijk, soms is dat gewoon de bedoeling, dat ik iets vertel waarvan jij denkt van, hé, dat zei hij. Dan ga jij namelijk dat filmpje kijken. Of je gaat meer nadenken, hoop ik, dat is de bedoeling. Wacht even. Dat moet ik nog eens zien, want volgens mij was het andersom. Dus het is een trigger. Lieve Klaske, zegt Tina Niebor. Dit zijn allemaal openbare reacties, daarom noem ik de naam erbij. Ik moet van het bedrijf waar ik werk me laten vaccineren en ik ben hier niet meer welkom. Hoe zie jij dat? Dat is Larikoek. Dat mag namelijk niet. Kijk mijn filmpje even, was mijn reactie. Je hebt het altijd het recht om te weigeren. Ze mogen je namelijk niet verplichten, maar het wel moeilijk maken. Klaske, goed aan Lumeria. Klopt, zegt ze. Dat is precies wat deze man doet. Hij vindt mij een wappie. Ja. En wij zijn al wappies als we ons water gaan zuiveren. Of als wij de meest eenvoudige dingen willen doen. Wij zijn in de ogen van heel veel andere mensen heel extreem bezig. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dit is wel een dingetje. Hoe ga je om met een werkgever die jou verplicht om een vaccinatie te doen? Want op het moment dat jij dat niet doet, hij het als werkweigering kan aanmerken omdat jij dan niet meer in functie kan voldoen aan de eisen die er worden gesteld. Dus ja, dan moet je dus vechten. Dan moet je ook een advocaat in hand nemen. En dan is het dus wel belangrijk dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt. En dat je een advocaat treft die achter jou staat. En een advocaat die jij betaalt zal altijd achter je staan. Het is alleen de vraag hoe hard hij voor je gaat werken, omdat hij het misschien niet eens is met jouw beweegredenen. Maar een advocaat die jij in dienst neemt, ga je een contract mee aan, daar ga je geld aan geven. Dus hij, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. Dus het gaat een gevecht worden. Soevereine mens, BSN-nummer, heeft Michel Broodven. BSN is NSB, dat is eigenlijk ook een hele goeie. Christina, voorspelling over de tijdlijnen Trump, Biden en de nieuwe staatshoofd. Hier in Nederland bedoel ik, hè. Zie je ook een tijdlijn waarin jij en ik bij elkaar op de koffie kunnen gaan en kunnen gaan babbelen? Zeker. Altijd. Kan wel 2 jaar duren. Maar die tijdlijn komt. Ik ga straks, als het allemaal weer mogelijk is, ook sessies in het land weer doen. Ook sessies hier ter plekke doen. Misschien in Leeuwarden, dat het beter voor iedereen bereikbaar is. Maar ik kan ook naar Zwolle komen. Ik kan ook naar Eindhoven of Den Bosch komen om daar eens een lezing te geven of informatief bij elkaar te komen. Kunnen we koffie drinken. Esther. Netflix heeft raad ik documentaire van social media. Die leggen het heel goed uit. Gaan we opzoeken. Geen idee. Oh ja. Wereldgebeurtenissen, filmpje 27, update 6 februari. Maar 10% zegt Brigitte. En 10% gaat over de Bijbel. Is er maar 10% waar wat er in de Bijbel staat? Kan je nagaan hoeveel eruit gehaald is. Op een gegeven moment zat ik bij een belijdenisdienst, een doopdienst. En toen vroeg ik die persoon later. Ik zei, goh. Ik zei, vind je dat nou niet raar? De dominee, die vertelt. Ik geloof dat het een stuk in Matthäus was.
Dat dat tussen haakjes, dat is door de vertaler bijgeschreven. Anders was het zo donker en zo grauw en zo negatief. Zegt de dominee. Ik zeg, maar dat is toch raar? Ik ga er nog wel eens een filmpje over maken wat er dan precies uit de Bijbel is gehaald. Want we hadden 12 mannelijke apostelen en 12 vrouwelijke apostelen. En Maria Magdalena was niet een vrouw van lichte zeden. Het was weer tijd voor jou te horen, jouw zinvolle, rustgevende wijsheid in me op te nemen. Dank u. Vandaag is hier de tv uitgevallen. Er waren echt heel veel trust the plan in filmpje 27. Er waren heel veel storingen afgelopen weekend inderdaad. Dus dat heeft er allemaal wel mee te maken. Asserti 495. Gaat dit geld dan met Gesare niet terug naar de rechtmatige eigenaar? Over soevereine mensen, BSN-nummer. Die onderwereld moet toch gestopt worden, dus hebben ons geld niet meer nodig. Precies. Ben van Swieten. Filmpje 26, 3D en 5D. Dit is aarde, dus 3D. De geestelijke wereld is anders. Geen mens kan de hemel levend binnengaan, staat in de Bijbel. Maar de toekomst kan wel een eenheid worden, zowel boven als beneden. Kijk eens naar Urantia, aarde en de wereld. Hartstikke goed. Dat zijn leuke reacties. Alle reacties zijn leuk hoor, maar hier kan je ook nog wat aan hebben. Ronald Sunbrink zegt over tunnels en ondergrondse steden niet te geloven zeg. En dan denk ik, niet geloven dat het er is of niet te geloven dat ik daar een filmpje over maak. Scorpio zegt dank je. Stefan Laarhuis zegt trust the man, not the plan. Hadden we net gehad. Oh ja, dat komt door die antwoord van mij. Ik heb dus de hele negatieve, die haal ik eruit. Mensen die reacties doen van de koning is al dood, die is geëxecuteerd, want hij is een satanist. Haal ik eruit, jongens. Want dat is niet wie ik ben en dat is ook niet wat ik onder mijn filmpjes wil hebben. Daarmee riskeer je gewoon ook dat ik weggehaald word en een ban krijg. Jongens, dat hoeft ook helemaal niet. Tip, Telegram is tot op heden het beste alternatief, zegt Niels Weijers. Signal niet doen, Signal wel doen. Signal is CIA, onderdeel van de CABAL. Dat de financiële sector op Signal moet overstappen, verbaast me niet. Het is maar een tip voor de rest. Klaske vat het als een aanvulling bij jouw info. Hartstikke goed. Dankjewel Niels. Maar dat heeft eigenlijk nog een betekenis. Dat je Signal in ieder geval gewoon op je telefoon moet hebben. Trust the man, not the plan. Als plannen zo doorgaan, dan zou het kunnen dat internet uitvalt, maar Signal nog blijft bestaan, omdat dat via de Starlink van Elon Musk gaat. Zodat je elkaar nog kan bereiken. Daar is het voor bedoeld. Voor de rest, tuurlijk, we worden overal afgeluisterd. Mario. Zegt, Jezus komt niet terug. Wel aliens. Ook daar ga ik nog een filmpje over maken. Hele Ida, Franke. Heerlijk, zo recht voor je raap. Hier hou ik van. Nou, niet iedereen. Maar ik hou er ook van. Oh ja. J.W. van P. Dat denk ik, zeg nou gewoon je naam. Je mag me helemaal uitschelden hoor. Prima. Doe dat wel even gewoon met je naam. Weer eentje met achterlijke... Met geestelijke achterstand. Allemaal bullshit. Die Charlie Ward, Wim Visser, Gel Pietsen, Peter Bierhoff, leugenaars en de rest van die kansarmen. Er gaat helemaal niks gebeuren. En met die Super Bowl gaat ook niks gebeuren, stumperts. Namen schrijf je met hoofdletters. Dat is een heel simpel dingetje. Dan toon je ook respect naar de ander. Punt. En als jij jezelf zo weinig waardeert dat je wel iemand de les wilt lezen, maar je naam niet wilt geven, dan denk ik, ja, jammer. Dus je hebt wel naar ze allemaal geluisterd. Naar Rob en naar Charlie en naar Peter en naar mijn grote vriend Wim. Ik zal jullie een geheimpje doen. Echt waar. Geheim van de dag. Wij zijn mensen. Wij zijn niet alwetend. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Wij krijgen allemaal informatie. En daar doen we wat mee.
En dan vertellen wij jullie dat. En dat de een daar heel erg op zijn Amerikaans donaties voor gaat vragen, dat moet diegene zelf weten. Jij gaat ernaar kijken dat je denkt van, oh, die heeft wat interessants te melden. Ja, en dat hoeft niet altijd uit te komen. Maar wat Simon Parks, en die noemde hij dus niet, wat Simon Parks ook zegt, en dat zegt Charlie Ward ook, en daarmee vertellen Wim, Rob, Peter en ik en anderen ook, hetzelfde, er gebeurt achter de schermen heel veel. Het is toch logisch dat wij niet alles zien. Alleen als jij kan die Zuckerberg-arrestatie gewoon vinden in, ik heb daar een link van gekregen van mijn man, die zoekt heel veel uit. Mijn man die zoekt heel veel uit en dan hebben we het erover en dan weet ik wat ik jullie kan vertellen. Dus ik zal mijn man nog even vragen naar die link, maar dan kan je het gewoon opzoeken. Staat er gewoon in. In het federale systeem, dat is gearresteerd. Net als Pelosi, net als Biden, net als, nou, en Biden schijnt al overleden te zijn. Maar dat kan je ook wel zien aan die beste man. Niet dat er een, maar er zijn stand-ins. Je ziet het, je ziet het. Ook al zou ik het niet willen geloven, je ziet het. Oh ja. Dit is wat ik bedoel. Oneness heeft een link gedeeld. En volgens mij had ik op die link gedrukt dat ik dacht, en dat is dan een risico. Ik wil niet dat er via mijn platform dan een link gedeeld wordt, waardoor jij een virus of zo binnenkrijgt. Dus ik heb hem nu wel aangeklikt. En hij doet het gewoon ook echt niet. Dus die haal ik weg. Oneness, ik heb hem weggehaald. Als hij mooi was, doe hem even in een privébericht. Niet op YouTube. Family de Nooier, doen we. Prima. Duidelijk, Klaske. Zegt Ingeborg. Trust the plan. St. Paul heeft ook al hele leuke reacties gedaan. Mogelijk glasscherven in Dixap staat op teletext. Ja, maar dan denk ik, wat heeft dat hiermee te maken? Andere berichten waren wel goed. Jeroen Bakker. Ik geniet zo van je filmpjes. Liefde is het belangrijkste in alles. En loslaten. Bedankt, Jeroen. Esther. Ja, er zijn heel veel, maar ik dacht, laat maar even zo'n filmpje maken dat ik ze eens even behandel. Esther, thanks. Duidelijk uitgelegd en waar ik me zeker bij kan aansluiten. En het mag, en je mag je aansluiten, maar je mag ook zeggen, nou, kan er niks mee. Fijne zaterdag, fijn gesprek, dankjewel. Manuela en Lian, helder verhaal, dankjewel. Antoinette, onderstaande link van de arrestaties. Ik moet even kijken, heb je dat gedaan? Ik zie geen link, zegt Paula. Ik ook niet. Antoinette, je mag mij even privé nog doen, want ik heb ook geen link gekregen. Facebook Live, kinderen naar school. Oh, dat filmpje was zo zacht. Sorry jongens, maar het was via mijn telefoon. Ik zat echt te ver van mijn telefoon af. Geld is ego, dat is zo. Oh ja, het is een leuke. Beautiful You, weer eentje met een fake naam, hè? Wappie, mijn verklaring daarvoor is W, waarheid. A, aanhangend. P, persoon. P, verkleinende of liefkozende vorm. Nou, prima. Je mag ook je eigen naam gebruiken, hè? Let it snow, let it snow, let it snow, Hilda. Ja, Hilda. Oh, mijn dochter is autistisch. Ja, Hilda, je hebt het openbaar gedaan, daarom gebruik ik het. Mijn dochter is autistisch, over kinderen en leerschool. Mijn dochter is autistisch en zat op praktijkonderwijs. Met alle leerkrachten kon ze overweg. Soms ook gekkigheid onderling. Totdat het laatste schooljaar ze een juf kreeg die mijn dochter vaak uitmaakte over de stemmingswisselingen. Dit hoort niet. Want op die school zitten allemaal kinderen met gedrags- en leerproblemen. Ze werd door die juf geschorst, ik ook leerplicht gebeld. Ik kreeg geen boete, maar het was goed zo, want het schooljaar was bijna over 2 weken. Zelfs haar rapport heeft de juf laag beoordeeld, niet fijn. Toen mijn dochter van school was, belde de juf op om te vragen hoe het met haar was en wat ze deed. Ik zei, nou, dat ga ik u niet vertellen, want toen gaf u niks om haar en duwde haar de afgrond in. Dag mevrouw, groot gelijk. Wij hebben het helaas ook met speciaal onderwijs meegemaakt dat sommige leerkrachten heel goed waren, ook heel goed aanvoelden met de kinderen. Maar sommigen zijn zo ver van hun gevoel. En zeker met autistische kinderen, ze kunnen zoveel stuk maken. Bedankt Hilda voor je eerlijkheid. En nu zeg je met die karmische slagroom, ja, berichtje van 7 februari. Oh, kijk zo uit naar de sneeuw en de harde windkracht. Oh, lekker. Iedereen heeft zoveel plezier met de sneeuw, hè? Gewoon dat het wit is. Hier in het noorden is niet zoveel gevallen. Schone wereldje, lekker rustig.
Oh ja, Rubens van Swieten heb ik ook al reacties van weggehaald, ook laten staan. Gebroeders de Wit, ik verwacht dit soort praktijken, de toekomst in Nederland wordt herhaald. Karin B., fijn hoor, mevrouw Goedhart. Rubens van Swieten weer. Op het filmpje met Jinek, kinderen naar school, Super Bowl. Jinek was voorheen een leuke vrouw. Ze is nog steeds een leuke vrouw, alleen ze wordt nu betaald om propaganda te doen. Dat zeg ik nu, hè, niet Rubens. Nu staan haar ogen dof, heel goed. Geld, macht, rijkdom, maar leeg van binnen. Amerika, bijna openbaring. School, ons kind wil niet, snap ik. Heel goed excuus, kind is verkouden, kan niet heen. Testen? Nee, geen medische behandeling. Kind is ziek, verkouden, kan niet heen. Heeft koorts, ja, kan niet heen. Moeten ze eerst maar komen controleren dat kind ziek is. Ga thuis vooruit, maar school weigert dan lessen online te zetten. Je kan zelf lessen kopen. Kijk naar thuisonderwijs hoe je lessen aanschaft. Zelf doen. Over de betere wereld. Je helpt een dankje is te veel. Bijbel 2 Petrus versen. De Bijbel hebben we het nog wel eens over. Oké. Sophie, smiley. Sophie. Laatje. Mediteren is echt heerlijk. Nou, en zo gaan we verder. Ondanks de oortjes toch te zacht. Ja, sorry lieve mensen, hij was te zacht. Kijken of er nog. Brigitte Meester, ik heb jouw film gezien over een meneer die zijn geld wil opeisen. Ik zou ook wel geld willen opnemen voor mijn kleinzoon om een huis te kopen. Jongens, komt helemaal goed. Van wie komt dat geld en waar komt het vandaan? Als het goed is, Vaticaan. Maar daar ga ik het nog over hebben. Ga ze door. Mooi lipstick van Dior. Ja, had ik niet. Ik heb soms al guilty pleasures. Dus het is mijn enige, is al 3 jaar oud. En die lag hier toevallig. Ik doe heel lang met spullen, gelukkig. Soms niet, maar met make-up wel. Dus ik heb van mijn schoonheidsspecialisten heb ik altijd make-up. Ik heb speciale poeder, want ik wil ook niet mij helemaal als een plakkaat dichtgeverfd hebben, maar ik moet wel wat op hebben. Dus, en dan vraagt mijn schone specialist, hoe zag het eruit? Egypt Sun gebruik ik als poeder, want dat werkt, dus zo'n mineralenpoeder en dat werkt gewoon heel mooi met het gezicht. En voor de rest krijg ik het van mijn schoonheidsspecialisten van Arabesque. En dus van Dior. En ik heb nog een hele mooie kit ook van Dior, ook van 3 jaar terug. Toen, 2 jaar terug. 2018, 19, nee, dat is 3 jaar terug al. En toen had ik mezelf dat cadeau gedaan, want het was echt een heel moeilijke periode geweest. En toen waren we op Schiphol. En toen zei ik tegen mijn man, ik heb gewacht, ik heb dit gespaard, in een potje gedaan. En dat vind ik zo fijn. Ik weet niet waarom, maar dat, ja, resoneert dan met mij. Dus, ja, Dior lipstift. Simpel. Ik heb per abuis ergens een video neergezet over de Romeo's. En dat is een propagandavideo voor hun. Absoluut niet de bedoeling, heb ik weggehaald. Maar blijf posten, hè? Nice video. Tonight is the Pillow Man. Wat is the Pillow Man? Rutte zei zelfs niet eens grapje. Maar dat is flauw. Ja, oké. Bijt me niet vast op woorden. Als ik dan zeg, maar het is een grapje en Rutte zegt, maar dat was flauw, omdat ze al een demissionair kabinet waren, hè? En hij meer macht had, zei hij, maar dat is flauw, zoiets. En ik maakte daar een grapje van, ach jongens, waar hebben we het over? Skulls and Bones heeft F. Dijkstra houden, ja, snap ik. Jamina, wereldse gebeurtenissen interessant, Sophie, veel sterkte. Mooie uitzending, W. de Jong. Over het aanschaffen van cryptocurrency. Zal ik één bekentenis doen? Want ik wil niet dat je denkt, dat doet Lumeria, dus dan kan ik dat ook. Ja, dat is wel zo. Maar het is op jouw eigen risico. Ik ben geen financieel adviseur. Ik heb wel Dogecoin gekocht. En Ripple. En ik heb al winst. Oké. Veel hoor. Ik bedoel, ik heb ook niet heel veel gekocht, want dan denk ik, ach, wat ik had een bepaald bedragje wat ik wel kon missen en ik nog niet eens €500. Dus ik dacht van,
En ik heb gewoon al €200 winst. Als ik het nu zou verkopen, dat doe ik niet. Dus ik kan ook wel weer verlies krijgen. Dat heb ik dus gedaan. Nou, Christina, geweldig, fijngevoelig hoe je dit brengt, Klaske. Paula Kalvis, kijk weer wat geleerd, zegt ze. Ineke Kats, de regering komt niet meer terug. Nee, daar gaat nog wel wat mee gebeuren. Nancy Konaat, fijne uitleg. Sandy Roels, ja, ik ga jullie even bij langs, anders krijg ik straks mailtjes hierbij vergeten. Mees, met Bets, nee. Oh, dit is een goeie, jongens. Hele goeie. Over voorspellingen, over tijdlijnen. Mees zegt, groot gelijk, Mees. Met Bets niet voor een hoofdpijntje, dat zeg ik namelijk in mijn filmpje, maar dat is niet zo bedoeld. Iemand die al zijn leven lang lijdt onder wekelijks 3 à 4 dagen hoofdpijn of migraine, waar niets tegen te doen is, geloof maar dat die erg geholpen zouden zijn met een met Bets. Het noemen van een hoofdpijntje is te bagatelliseren en dat is het ergste wat je tegen zo iemand kan zeggen. Ja, maar migraine en die hele erge hoofdpijn is niet zomaar een hoofdpijntje. Een hoofdpijntje als je een dag, als ik een hele dag achter mijn laptop heb gezeten, dan krijg ik daar hoofdpijn voor. Dan moet ik me gewoon door. Dan moet ik mij gewoon ontspannen. Daar is een medbed niet voor. Ook niet als ik te veel gedronken heb, is een medbed niet voor. Maar wel voor migraine, wel voor die clusterhoofdpijnen. Dus ik hoop en wens dat die medbeds heel snel toegankelijk zullen zijn voor iedereen, want ze zijn er al. En dan zou George van de Golden Earring ook daar gebruik van kunnen maken. Dat zou ik hem wensen. Marij Jansen, Klaske, bedankt voor je uitleg. Ik ben ook nog steeds aan het onderzoeken, maar wil niet wegkijken. Het wordt een grote opruiming, jongens. Jij mag wel zelf bepalen wat jij wilt zien. Ik ben heel streng op mijn groep dat ik niks met pedofilie of wat daarmee te maken heeft op mijn groep wil. Ik werd op mijn groep van een week uitgemaakt als misdadiger, want ik was net zo erg als die pedofielen, omdat ik dat niet op mijn groep wou hebben. Kijk, als er nou helemaal geen groepen waren waar dit bekend zou worden gemaakt, dan zou ik zeggen, prima, dan mag mijn groep daarvoor gebruikt worden. Maar als je op Telegram, er zijn zo 20 groepen die de meest afschuwelijke beelden en posten doen over kindermisbruik. Ook over moeder Teresa en dat Fauci haar zoon zou zijn en dat ze heel veel heeft gedaan. Geloof ik gelijk. Maar ik heb ervoor gekozen om in mijn groep een veilige haven te zijn voor iedereen die wil wakker worden, maar van die beelden en die berichten heel naar wordt. Dus mijn groep, misschien ben ik wel de enige groep waar dat niet gepost mag worden. Ik ontken het niet, maar ik wil graag dat mijn groep, mijn huiskamer veilig is. En dat deze berichten daar niet komen. Als je dat wilt weten, ga je naar alle andere groepen. We zijn zat. Dus ik ontken het niet. Wij doen daar ook wel onderzoek naar. Alleen weet ik ook dat jullie als hele gevoelige mensen het heel erg op prijs stellen dat je weet, dat is in deze groep, hoef ik niet bang te zijn dat ik een ziekenhuisruimte vol geslachte baby's zie, organen die zijn uitgehaald en andere shitzooi. Jongens, de meest gruwelijke beelden komen langs. En ook al is het maar heel licht, dat denk van, nou, ik twijfel soms ook wel van, doe ik het nou wel of doe ik het nou niet? En er zal wel eens eentje tussendoor glippen. Maar iemand moet zich, de mensen in mijn groep zijn heel gevoelig op Telegram. En ik wil juist die groep zijn dat je gerust de telefoon open doet en aan het scrollen bent. En ook gewoon lief, leuk, aardige berichten tegenkomt. En ook dat we even, dat ik een leuk plaatje deel met een mooie tekst. Of dat we de sneeuw laten zien. Het hoeft niet altijd alle negatieve dingen in de wereld te zijn. Maar ook die ondersteuning. Van de week was mijn moeder plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Ze is gelukkig weer thuis.
Artemis heeft het gelukkig even van mij overgenomen. Wij zijn daar heel druk mee bezig om te kijken of het allemaal goed gaat op de groep. En nou, dan krijg je, hè, mensen gaan even een kaarsje branden. Mensen zeggen, doe je voorzichtig. En het was ook tijdens de avondklok, dus ik moet lekker even met ontheffing. Even tussen Noord-Burgum en Leeuwarden rijden twee keer. Dus dat voelt dan ook wel weer speciaal. En zeker in de tijd waarin we nu leven. En dus op mijn groep heb ik even verteld van jongens. Want er werd ook gevraagd. Want daar wordt ook wel aangedrongen van. Oh, maar waarom reageer je nou niet? Nee, ik kan niet al. Ik lig ook wel eens in bad. Of ik ben even een wandeling aan het maken. Of boodschap aan het doen. Het lijkt wel alsof ik 24 uur gewoon online ben. Maar ik doe ook wel eens wat andere dingen. Ik heb ook nog een leven. Maar dit vind ik dus heel leuk om te doen. Nou, Artemis helpt me daarbij gelukkig. Als die online is. Soms moet ik even zeggen van. Hey joh, wil jij eventjes? Nou, dat is prima. En dus zo monitoren wij de groep. En ik wil gewoon dat jullie als lieve volgers je daar veilig voelen. En dat vind ik belangrijk. Dus ik post ook, ik heb ook een filmpje gepost over de zoutlampen. Het hoeft niet altijd over de ergernissen in de wereld te zijn en hoe erg het is. Het is gewoon ook het dagelijkse leven waar wij in zitten. En ik had ook iemand die had hele mooie foto's gepost. Maar toen op een gegeven moment ook inderdaad iets over pedofilie. En toen werd hij heel boos. Dat ik dat weghaalde is gelijk ook uit de groep gegaan. En daarop werd gereageerd dat ik... net zo groot een misdadiger was, omdat ik het dus niet toeliet. Dat is mijn keus. Dat is mijn woonkamer, hè. Nou, toch is het geweldig, zei het wieberen. Gerda, wat ben jij een lief vrouw. Ja, dat vind ik ook wel heel lief, hoor. En Wannes zegt, ik vind het heel onverstandig om ons vast te binden op de datum 4 maart. Dat is ook zo. Q is, was, niet fake. Jongens, er gebeurt van alles echt wel, maar we zien wel wanneer het allemaal daadwerkelijk gebeurt. En het kan mij ook niet snel genoeg, hè? Anita van Vliet, zijn dan de panda-ogen bij kinderen niet een uitvloeisel van extreem misbruik en bloedoogsten? Nou ja, dit soort dingen zie je dan op die groepen. Hoe die panda-ogen gemaakt worden. En de boerderijen waar die kinderen gefokt worden en als koeien gemolken worden, ja. Ja, jongens, dus dat doen we gewoon niet. Sterrenmonster. Die wil ik nog even behandelen. Want ik heb allemaal leuke complimenten, hoor. Hartstikke bedankt. En Sterren, die is kritisch. Dat mag ook. Ik vind het respectloos wat je zegt over de mensen die bewust sober hebben geleefd. Ook ten behoeve van het geheel en verantwoordelijkheid namen voor zichzelf en het geheel. Het probleem is dat er te veel mensen zijn die te veel problemen maken. Ze is dus, als je dan dat lijntje ziet, kan je op YouTube zien onder het bericht. Wereldse gebeurtenissen, 20 financiële veranderingen, scholen en zo. 7 berichten. En ze heeft echt hele lange epistels. En elke keer zeg ik, dat mag je vinden, maar alles is ten alle tijde je eigen keuze. Het is jouw keuze dat je sober leeft. Dat zet ik er niet onder. Gewoon ten alle tijde je eigen keuze. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen reactie, Klaske Goedhart. Ik raak erg in de war hoe stellig jij over van alles bent. Ja, daar heb ik eerder wel van gehoord. Zou jij niet eens een keer voor jezelf gaan beginnen, zei manager in het thuiszorg tegen mij. Je bent zo stellig in alles. Ze was dus bang voor mij. Ik schaam me om te vliegen bijvoorbeeld. Nou, ik niet hoor. En als ik alle vliegtuigen zie, zijn er meer die zich niet schamen. Ik vind het heerlijk om naar Tenerife te gaan. Of naar Amerika. Maar ja, dat doen we nu niet. En als wij een verplichte vaccinatie krijgen, gaan we nooit weer. Je kunt ook leuke uitjes op een heel milieuvriendelijke wijze maken. Ja, net als Greta Thunberg. Ja, die ging roeiend bijna naar de overkant. Terwijl haar gevolg in het vliegtuig ging. Hè? Maar zij ging in het bootje, want dat was milieuvriendelijker. Zij ze niet bij dat haar entourage in de grootste vervuilende vliegtuigen ging. Nou, dan heeft ze dus een heel, heel verhaal. En dan zeg ik, wat fijn dat jouw stem ook gehoord wordt. Dat mag in een vrij land. Is het nog boos? Eigenlijk maak je me wel heel erg boos.
Je gaat helemaal niet in op wat ik allemaal zeg. Alleen maar dat ik mag zijn. In alles wat ik ben. Of zeg. Maar zo voel ik dat helemaal niet. En dan nog even echt hele epistels. En ik blijf één zin antwoord geven. Waarom doe ik dat? Omdat deze mevrouw zoveel kwijt wil aan mij. Maar ik ben niet de oplossende factor. En op een gegeven moment zegt ze, met jou valt niet te discussiëren. Jawel. Maar als jij zo intens met mij een gesprek wilt voeren, doe dat dan face-to-face. Kom hier, krijg je koffie, gaan we het lekker uitpraten, gaan we het erover hebben. En jij mag jouw mening hebben, maar ik verwacht ook dat ik mijn mening mag hebben. Ik heb heel bewust gekozen om kinderen te krijgen. Ik heb één zelf gebaard. Ik heb een heerlijke schoonzoon en ik heb een dochter die we geadopteerd hebben. Wat geweldig. Ben ik blij mee. Maar jij hebt de keuze gemaakt en dan sterren, ik weet niet of dat je eigen naam is, sterrenmonster. Dat is jouw keuze om geen kinderen te nemen omdat de wereld dan beter af is. Dat is jouw keuze. Ik had ook een reactie nog op Facebook over geen Sarah, nee Sarah. Dus dan heb ik jarenlang heb ik sober geleefd. Ik ben jarenlang heb ik zuinig geleefd. De aarde gespaard en wat is mijn compensatie dan? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we met z'n allen naar een betere wereld gaan. En als we alles moeten inhalen wat in ons verleden is gebeurd, dat kan niet. Als alles vanaf nu op nul komt te staan en we kunnen dan naar een nieuwe wereld, dat zou het mooiste zijn, maar dus die strijd krijgen we allemaal nog. Nou, dit was dus een filmpje. We zijn een half uur verder, dus we houden op. Nou, praat erover, lieve mensen. Doe commentaren. Zijn ze mij te gortig, haal ik ze weg. Is dat democratie? Nee, misschien niet. Doe je reclame onder mijn post, dan haal ik het ook weg. Jij kan zelf reclame gaan maken. Wil je echt pittig met mij discussiëren, maak een afspraak, gaan we hier zitten, een pot thee erbij of een pot koffie erbij en we komen eruit. Dat is mooi, dat is toch het ultieme van mens zijn, dat jij en ik kunnen praten en wij hoeven niet eens bij elkaar te kunnen komen qua opvattingen. Want dat maakt ons unieke mensen. Wij mogen verschillend zijn, we mogen verschillend denken. Onthoud dat mag, dat maakt ons authentiek. Goed, op mijn Telegram groep Wereldse Gebeurtenissen kan je abonneren. Staat onder het filmpje een link. En ik ga deze week allemaal leuke filmpjes maken over de soevereine mens. Jullie hebben mij gevraagd om die hele moeilijke filmpjes een beetje in Jip en Janneke taal uit te leggen. Dus ik ben ze nu allemaal aan het beluisteren en nog een keer beluisteren van hoe moet ik dat dan vertellen. Wat is belangrijk voor jullie? Hoe denk ik daar zelf over? Dus dit zijn filmpjes die zijn in aanmaak. Ik ga nu rustig mijn pakjes doen, want het is veel te glad op de weg om pakjes weg te brengen. Dus ik ga gewoon nu zometeen lekker rustig alles klaarmaken. En dat van de week veilig PostNL, de DHL en de DPD de pakjes rond kunnen brengen. Heb geduld. Dag lieve mensen.